Welkom, Melissa. Hallo. Hey. Wat doe jij in de organisatie, Melissa? Ik ben samen met nog wat anderen verantwoordelijk voor de programmering van het festival. Voor de programmering. Was dat een zware klus dit jaar? Ja, dat is altijd wel een flink klus, ja. Met wel ruim 10 podia, 100 artiesten in zo'n weekend. Ja, daar gaat flink wat in, tijd in zitten. En als er 200 artiesten zich aanmelden, dan moet je altijd maar de keuze maken wie waar het beste terecht komt. Ja, en hoe doe je dat? Eigenlijk gaan we alle aanmeldingen door. We hebben dan een aanmeldingsperiode van 2-3 maanden. En dan proberen we eigenlijk te kijken wat er allemaal tussen zit. Nou, wie zijn nieuw, wie nog niet, jong talent. Waar kunnen we wat kwijt? Dus hebben we ook wel wat posities op podia waarvan we weten dat we daar een wat grotere act willen. Of een wat kleinere act. Of in bepaald genre. En op die manier proberen we een beetje de puzzel te leggen. En ja, dat is altijd elk jaar weer een beetje anders. Ja, en jullie hebben wel een hele speciale locatie. Hebben jullie er dit jaar bij, hè? Ja, het is heel erg leuk dat we het Westfries Museum tot onze beschikking hebben. Omdat het in verbouwing zit. En we hebben daar ook weer een hele leuke programmering neer kunnen zetten. En we maken er zelf ook met de organisatie gebruik van. Dus twee vliegen in één klap. Dus jullie zitten bij elkaar daar zo. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat daar gaat plaatsvinden? Want dat vind ik wel heel speciaal wat daar gebeurt. Nou, we wilden eigenlijk inderdaad iets heel speciaals neerzetten in het Westfries Museum. We hebben het maar voor misschien alleen dit jaar, misschien volgend jaar nog. En daarom hebben we eigenlijk echt goed nagedacht over wat we wilden. En we hebben besloten dat we daar lichtconcerten willen laten plaatsvinden. Wat dat inhoudt is dat er eigenlijk een artiest speelt en dat je erbij dus gaat liggen. En dat je helemaal opgaat in de muziek. En dat kan natuurlijk op een buitenpodium helemaal niet. Maar in zo'n mooie zaal als het Westfries Museum kan je dat eigenlijk heel goed uitvoeren. Daarnaast hebben we ook nog een bovenzaal. En daar hebben we de Poetry Slam dit jaar. Waar ook Levi Noé, onze stadsdichter, zal optreden. Ja, want jullie... ik ga nog even terug naar het liggend, naar poëzie en naar muziek luisteren. Dat heeft te maken met jullie doel van dit jaar. Want jullie hebben iets speciaals. Hebben jullie eigenlijk bedacht als thema. En dat is dat er meer participatie zou moeten komen. Ja, dat klopt. Wij proberen eigenlijk ons programma te diversifieren, om het zo maar te zeggen. Wat breder te trekken. En participatie is daar een groot onderdeel van. De Horizon Stadsfeest is echt een festival wat voor en door de mensen wordt gemaakt. En daarom wilden we daar extra de nadruk op leggen. Zo hebben we bij de Poetry Slam ook een open podium, een talentenpodium. Daar kunnen artiesten zich aanmelden als ze graag poëzie willen voordragen en zichzelf een plek willen geven. En bij het lichtconcert ga je zo in de muziek dat je eigenlijk samen daar een onderdeel van bent. Wil je ook dat ik inga op andere participerende programma-onderdelen? Ja, maar als het bijzondere dingen zijn, dan ben ik wel benieuwd naar, ja. Ja, we hebben eigenlijk wel heel veel leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld ook een prikkelarme disco. Dat hebben we georganiseerd in Westerhaven, omdat er toch altijd mensen zijn die heel graag mee willen doen. Maar niet zo goed tegen alle prikkels van het licht, geluid en de mensen kunnen. Even voor de luisteraar in Aartswoud. Westerhaven, wat is dat? Westerhaven is een verzorgingshuis hier in de haven van Wilgaarden. En dat stellen we open voor natuurlijk de mensen die daar wonen. Maar ook voor andere mensen die graag mee willen doen op een wat rustigere plek. En daar is een soort van silent disco. Dus je kan de muziek op je eigen niveau luisteren. En samen dan het vieren, om het zo maar te zeggen. En is dat echt bedoeld voor de oudere mensen? Nou, het hoeft niet per se voor een ouder persoon te zijn. Je kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld last heeft van autisme. Of überhaupt snel last heeft van prikkels. Dat kan iedereen zijn. Ik heb daar zelf ook wel eens last van. En dan kan je toch naar een plek toe, net als bijvoorbeeld de prikkelarme kermisdag. Dat hebben we hier ook altijd. Ja. Om toch mee te doen en niet uitgesloten te worden van het evenement. Omdat het al overal zo druk is. Ja, nou, ik vind het een heel mooi initiatief, want je denkt eigenlijk heel breed aan de mensen. Aan de mens zelf, denk je, en je denkt ook aan de mensen met problemen, denk je. En iets wat ik eigenlijk nog een beetje mis, en misschien is dat wel iets voor het volgende jaar of komende jaren, dat is de afdeling kunst. Ja, daar proberen we wel echt wat meer in te doen. Ze hebben nu ook in het Westfries Museum een expositie. Expositie van Levi Noé en Stom. Daar kan je naar kunst kijken. We hebben andere soorten kunst, zoals dans. Dat is eigenlijk altijd present. En we hebben ook bijvoorbeeld het talententheater.
wat er ook is. We proberen altijd nieuwe initiatieven te bedenken. Dus als mensen ideeën hebben over hoe we die beeldende kunst nog kunnen integreren of zelf willen exposeren of iets dergelijks, mogen ze zich altijd bij ons melden, altijd aanmelden. We zijn altijd daarnaar op zoek. En het is natuurlijk een progressie die langzaam gaat. Je moet je steeds beetje bij beetje elk jaar een beetje vergroten, een beetje verbreden. Ja, en dat dans, is dat kunstzinnige dans? Of is het volksdans? Of is het, wat moet ik me daarbij voorstellen? We hebben een aantal dansscholen die urban stijlen doen, zoals hip-hop. En die ook daarbij modern doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Double V die een showcase geeft. En dan denk je dus natuurlijk aan ballroom en Latin. Ja. En zij dansen natuurlijk op hoog niveau. Dus daar kan je echt goed naar kijken. En voor de kinderen hebben we ook op het Superhero Academy plein, op het dal is dat, een Zumba class waarbij ze mee kunnen doen. En ook van Double V een kinderversie eigenlijk, waar de kinderen ook mee kunnen dansen. Dus jullie oriënteren je best wel breed. Ja, dat proberen we wel te doen. Nou, dat valt me wel op. Jij zal als programmeur van dit gebeuren, zul je stiekem wel iets hebben van, ik kijk daar toch wel heel erg naar uit. Ja, welk is dat? Dat is elk jaar wel zo. Nou ja, ja. De Stadskar ook is natuurlijk niet te missen. Dat is volgens mij op dit moment bezig. Heel erg leuk. Met heel veel diverse muzikanten. Een vaste band van 7. Met volgens mij wel 17 gastartiesten. Die echt een diverse lijst van liedjes wil maken. Waarbij mensen echt kunnen meezingen. Maar ook nieuw dit jaar is de techno bijvoorbeeld bij Backstage. Delirium heet het. Het is nieuw. We hebben eigenlijk nog nooit techno gehad bij de Stadsfeesten. Maar juist omdat het zo nieuw is en omdat heel veel jongeren daarnaar uitkijken, ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd hoe het gaat verlopen vanavond. Ja. Is altijd heel erg leuk. Ja, want het programma van vanavond, dat is tot 11 uur kun je de Hoornse Stadskarren ook op het Rode Steen zien. Hè? Ja, dat klopt. En tot 1 uur Delirium bij Backstage op het Koepertsplein. Ja. En om kwart over 9 tot 10 uur is Leopard op het Kerkplein. Daar hebben we net een interview mee gehad met de jongens die een beetje Latin-achtige muziek maken. Om van 9:30 tot 10:30 is Vester op de Veemarkt. Ja. En de Urban Satellites die zijn van 10 uur tot 11 uur in Swaf. Ja, dat klopt. Jullie betrekken dus ook cafés bij het gebeuren. Ja, dat klopt. We proberen echt te kijken van hoe we het breder kunnen trekken en waar we nog meer bijdrage kunnen leveren. En hoe we ook de lokale horecabedrijven mee kunnen laten doen. Is jullie streven om over een paar jaar zoiets als Oerol te organiseren in Hoorn? Ja, wie weet. Wie weet, dat zou toch wat zijn, hè? Een Hoornse Oerol. Ja, dat is natuurlijk een eer als ze zo genoemd mogen worden. Maar we proberen er echt hard aan te werken om elk jaar weer diverser, breder, meer participatie te hebben. En duurzamer natuurlijk. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel waar iedereen heel hard aan werkt. En dan wordt het dus alleen maar een leuker festival van, vind ik.